Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Leuk dat je kijkt. Ja, we zijn weer begonnen. Yes, de voorbereiding is gestart voor NEC. En dat gebeurde vandaag met de eerste training hier op sportcomplex De Eendracht. Kijk, daar komt de selectie aan en er waren wat fans op afgekomen. Zo'n 300 fansupporters waren aanwezig bij de eerste training. Alvast een mooi moment om een handtekening te scoren of een fotootje. Ja, zeker met de nieuwe aanwinsten natuurlijk. Kijk, Stijn van Gassel is erbij. De nieuwe keeper door NEC gehaald, te vervangen voor Jasper Sillen. Sami Oesa en Liek Nieuwenhuis die over is gekomen dus van Vitesse afgelopen week. Nou goed, we zijn weer begonnen dus. Dat moet ook lekker zijn voor trainer Rogier Meijer. Ja, het is altijd, de eerste dag is altijd speciaal. Het is altijd verwennen weer. En het is ook wel lekker dat we weer begonnen zijn. We zijn de afgelopen twee dagen wat testen gehad met de jongens. Dus heb iedereen al een beetje gesproken. Ja, en op veld is altijd het lekkerst. Ja, en altijd weer als je terugkomt van vakantie. De samenstelling is in één keer weer compleet anders, hè? Dat is een gegeven in voetbal dat op het moment dat je de deur dicht doet op de laatste dag, dat betekent niet dat dan dezelfde spelers als je terugkomt weer in de kleedkamer zitten. Maar dat is iets waar je aan gewend bent. En er zijn volgens mij vrij veel spelers gebleven, dus dat is in ieder geval al prettig. Nou, en voor de rest zullen er nog wat bij moeten komen. Ja, bij de eerste training was nog niet iedereen aanwezig. Koki Okawa en Kordai Sano die hebben nog vakantie, net zoals Kelvin Verdonk, want die hebben interlands gespeeld. Die sluiten volgende week aan. En Soontje Hansson was ook niet op het trainingsveld. Hij zou binnen trainen, dus die is nog niet helemaal fit teruggekomen van vakantie. Dan vertrok deze zomer keeper Jasper Sillessen richting Las Palmas naar Spanje. Daar gaat hij weer keepen. Was dat eigenlijk een verrassing voor trainer Rogier Meijer? Nee, want dat wist ik al een tijdje dat speelde. En uiteindelijk kon dat twee kanten op, ofwel of niet. En dat is wel doorgaan. En uiteindelijk was ik daar niet verrast door. Jullie hebben Stijn van Gassel gehaald. Hij staat hier naast me. Gaat hij de strijd aan met Robin Roefs? Of heb je daar eigenlijk al, is hij ook wel gehaald als eerste keeper? Nee, dat is gewoon een open strijd. En dat zullen ze moeten laten zien in de voorbereiding. En dan zullen we van daaruit de keuze maken. Stijn, welkom in Nijmegen. Eerste training vandaag. Hoe was dat? Ja, dankjewel allereerst. Goed. Normaal grasveld. Dat was voor mij ook even wennen. Want dat is voor mij niet, dat is voor mij nieuw. Dus goed opgevangen. Leuke groep. Nu al. Jonge groep. Wel gretige groep. Maar ja, alles spreekt eigenlijk voor zich. En het is gewoon, je wordt gewoon warm verwelkomd. En de training, iedereen is gretig en heeft er zin in. En natuurlijk zal niet alles op al fantastisch gaan. Maar ja, we zijn gestart en dat is het mooiste. Ja, kun je even uitleggen, de keuze voor NEC? Ja, goede gesprekken gehad. Ik ben met een jongen die graag wil voelen, zeg maar, die vertrouwend, zeg maar, het vertrouwen wil krijgen en gewoon een goed gevoel wil krijgen. Nou ja, dat kreeg ik echt van de club en ze hebben er allemaal aan gedaan en het voelde goed voor mij, waardoor ik het gevoel had dat ik me hier weer kan ontwikkelen, weer een grotere club, wil weer doorontwikkelen. En dat voelde goed. Ja, dat kan me wel voorstellen. Je bent natuurlijk niet gekomen om op de bank te zitten. Nee, zeker niet. En daar ben je ook sportman voor. Je weet als keeper dat het één plek is en dat je daar hard voor moet werken. Dat weet ik ook bij Excelsior en bij Helmond heb ik precies hetzelfde gehad. En ja, je weet gewoon dat je jezelf moet gewoon laten zien. Dat je gewoon rustig moet blijven en niet te gehaastigd te wil gaan presteren. Want dat kan alleen maar tegenzitten. Dus ik probeer er gewoon rustig naar te kijken. In ieder geval gewoon mijn ding te blijven doen. En vanuit daar gewoon weer mijn kwaliteit te laten zien en weer te gaan ontwikkelen. Voor de rest is het nog wel redelijk rustig, hè? Je wil een voorbereiding in, is altijd natuurlijk. Nog een wat kleinere selectie. Wat doet dat voor jou dan als trainer? Nou, niet zoveel. Ik bedoel, de eerste week, twee weken is ook altijd weer opstarten. Zorgen dat je weer gewoon je lichaam aan de gang krijgt. Nou, en daarna ga je ook richting hoe je wil spelen. En daar heb je ook nog even de tijd voor. Dus het is niet zo dat ik nu in paniek ben. Je weet dat het gegeven is. En we zijn gewoon zorgvuldig in de keuze die we maken. En wat ik al zeg, we hebben een misschien nog niet zo'n goede groep. We misten vandaag natuurlijk ook Koki, Kodai en Kelvin. Dus de groep is nog niet zo groot. Maar wat we hebben is wel goed. En daar moeten goede spelers bij.
Ja, dan wil je natuurlijk ook als trainer zo snel mogelijk een beetje selectie compleet hebben. Heb je daar al zicht op? De transfermarkt loopt tot 1 september, volgens mij 2 september zelfs dit jaar. Dus dan is het een illusie om te denken dat je nu in de laatste week van juni al bij elkaar kan zijn. Misschien verandert er ook nog wel wat bij onszelf. En we zullen ook goed om ons heen kijken en zorgvuldig zijn. En uiteindelijk hebben we 10 augustus de eerste wedstrijd tegen Twente. Ja, en dan wil je wel een elftal hebben staan wat van Twente kan winnen. En ja, hoe dat dan eruit gaat zien, ja, dat zullen we wel zien. Yes, we zijn dus lekker weer begonnen met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. De NEC-update zal er dan ook weer wekelijks zijn. Met hopelijk ook heel veel nieuws en nog wat nieuwe spelertjes natuurlijk die er nog bij moeten gaan komen. Want de selectie is nog lang niet compleet. Maandag in ieder geval een presentatie van een shirt wat ik begrepen heb. Dus daar zal nog geen speler bij zitten. En wij zijn nog heel snel weer met een nieuwe update. En in de tussentijd blijf je op de hoogte via de social media kanalen. Natuurlijk via Instagram en via X. En op TikTok zit ik ook. Leuke filmpjes daar. En ik ga er ook vaak live eventjes op TikTok en dan beantwoord ik jullie vragen. Ik zeg graag tot de volgende.